Vandaag heeft de gemeente Dordrecht Dupont op het matje geroepen. Ze wilde tekst en uitleg over het meerdere keren uitlekken van giftige stoffen. Ik woon er 51 jaar. En ik heb nooit wat gemankeerd. En Dupont zit wel zoveel jaren. Dus ik maak me er helemaal niet druk om. Ja, slecht man. Kijk, ik bedoel, er wonen daar mensen, die hebben kinderen die schadbare stoffen hebben. Het is slecht voor de gezondheid, dus ik vind het minder. Heel erg. Ik heb er zelf bij gewerkt. Dus ik vind het heel erg dat ze dat zo doen. Maar normaal doen ze dat niet. Ze hebben altijd kunnen verantwoorden wat ze mee gedaan hebben, maar de laatste tijd niet meer. Veel over gelezen en wij komen hier dan niet vandaan. Maar dat vind ik heel erg schokkend ook, dat dat nog steeds gebeurt. Dus daar zou wel wat aan moeten gebeuren. Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Maar het is gewoon waardeloos. Maar natuurlijk, die omgevingsdienst is ook helemaal fout bezig. En dan de preventie samen. Weet je wel, het schiet niet op. Het wordt tijd als die omgevingsdienst een keer die goed doorlegde. Maar ik heb wel een stukje in de krant geschreven dat die omgevingsdienst gewoon onder toezicht van de preventie staat en zo. Dat is gewoon hopeloos. Ja. Heel erg. Ja, er moest naar gekeken worden. En wat vindt u dat eraan gedaan moet worden dan? Ja, dat weet ik niet. Maar dat op moet houden, dat is een feit natuurlijk. Ja, dat is niks. Nee.